Dit is alweer een nieuw deel van Let's Play The Sims 3 Studententijd. Ik denk dat het deel 8 is ondertussen. Vandaag is het filmpje even wat eerder online dan normaal. Omdat ik vanmiddag andere dingen te doen heb. Maar ik wou toch een filmpje voor jullie maken. Dus bij deze is het filmpje even wat eerder. Maar volgens mij vinden jullie dat allemaal niet zo erg. Het sneeuwt nog steeds heel erg hier in de wereld. En Nikita die is alweer onderweg naar school. In de sneeuw. Brrr, koud hoor. In haar gewone kleren. En ze is ook ziek. En ik zie dat Alex net wakker is. En even kijken. We gaan eerst even wat aan hun behoeftes doen. Want ik zie dat hij een beetje aan het stinken is. Zo, en ondertussen zit Nikita klaar voor de eerste les. En er staat iemand voor haar beeld. Knib. De professor is een nerd, zie ik. Awful. Wie is dat? Diga Wezel. Ambi. Dus ik ga heel goed aantekening maken. Want haar studieresultaten waren niet zo denderend. En ik wil eigenlijk dat ze gewoon een graad gaan halen. Governance for her. Hoover Wild. Dat is een zwaar dag. Islam on the way. Hosiga. Amiga. Indari. Vogel. Is Hova. Verswaar. Nou, Nikita is er nog niet zo zin in. Dus ze kijkt nogal moeilijk. Is zo. De man. Nou, ze gaat een vraag stellen. Prins Gabua, Doshu, Emdini, Mwendi, Kavadu, Evolvabani, Hebelas, Ibiadu, Tokuwa. Alex heeft een 12 uur les vandaag. Isobi, Isobi. Oh, ze gaat slapen. Ze heeft ook een kort magie gehad. Haar telefoon gaat met een andere ding. Ja, Nikita houdt niet zo van lessen volgen. Is hij nou de docent of niet? Ik snap er geen onderwijs meer van. Of is de... Oh, de les is afgelopen. Dan gaat Nikita lekker naar huis. Want we gaan aan de behoeftes gaan werken. We gaan eens even kijken hoe het met Alex en de studievaardigheden staat. En dat kan ook beter. Laten we even gaan kijken wat voor post we hebben. Oh, dat gaat niet door, want we moeten naar de Unie. En Nikita gaat nog even de post halen. En dan gaan we even een baantje zoeken. En het blijft maar doorsneeuwen. En Alex is ondertussen ook op de fiets dan naar de les gegaan. Kijk hoe mooi het eruit ziet, hè, de wereld in de sneeuw. Prachtig. Alex heeft een liefdesbrief. En Nikita heeft een liefdesbrief. Nog een brief, een liefdesbrief. Dus. Oh, we moeten de post sorteren. Nou, ga er maar heen. En dan verdient ze wat simpelers mee. Ondertussen moeten we ook zorgen dat we haar tuiniervaardigheden wat omhoog gaan halen. Want, ja, ik heb natuurlijk een plant in. Zaadje. Het verboden fruitzaadje. Maar goed, omdat het winter is, dan staat alles op stil. Ze kunnen er niet echt mee oefenen, dus ik denk dat we even een boek of zo moeten lezen. Zo, Nikita gaat de post sorteren. En Alex heeft nu les. Au. En die is ook goed bezig. Eddie heeft ook les.
Swanky Miroga. I refer Fina to Soph. Obolivia. Muak. Barshala. Zibala. Goed bezig, Alex. Dewdrop. Ubami. Stel ik nog maar even je vraag. Krivki Yazo. Ed Arbala. Wizena. Devcha. Oh, kunnen we nog niet? Ja, zo, dat wordt onze nieuwe beltouw. Oh, we zijn uitgenodigd voor een kamperfeest. Natuurlijk gaan we daarheen. Alex is goed bezig in de les, jongens. Ik thuis bijna zo kost met je. Jee, we hebben 280 superlars verdiend. Wat een drukte hier op het kamp. We need a taste. Debbie, your baton. Even kijken, Nikita is gaat in de sneeuw, in de kou, een boek lezen. Yeah, right. Nikita gaat naar huis, want we gaan even haar behoeftes doen. Want she's not so happy at all. Kijk hoe mooi nu, hè? Een mooi uitzicht met de sneeuw en zo. Prachtig. Wauw. Oh, dus dan gaat ik echt gewoon eten. Een paprika gaat ze eten. Ga snel wat aan haar behoeftes doen, want ze kan natuurlijk niet op een feestje verschijnen waar je niks aan je behoeftes hebt gedaan. Oh, soms staat ze zo lang vast, hè. Dat willen we niet. We moeten hier nou wat eten. Daarna gaan we naar het feest. Zo, Alex heeft ook wel zin om wat te eten. Ja, goed zo. Ze doet de kleren al aan. En dan gaan we zien waar Eddie woont. De student heeft natuurlijk alles op de fiets. Ze heeft ook nog een fietslamp. Cool, dat heb ik nog nooit gezien. Oh. Eddie heeft gewoon zo... Oh jongens, hij is gewoon hartstikke rijk, die Eddie. Hij heeft gewoon zijn eigen huisie. Jongen, die woont gewoon op zichzelf, die gast. We gaan even biljarten.
Waar is die dan? Is dit hem? Nee. Kijk naar Jos. Is het een studentenhuis? Ja, daar wonen wel meerdere mensen. Daar heb je Eddie. In haar bikini? Of gaat ze biljarten? Nee, ik snap hem. Snappen jullie hem? Ik snap hem niet. Laten we eens kijken hoe het met hem gaat. Hij heeft een bril op. Nou, dan was het zeker dat je je zwembadkleren aan moest. Nerdy Zorbs. Oh, ik vind ze wel schattig zo samen hoor. Sanork. Samen hebben ze wel een grote naam. Eddie is wel moe, jongens. Mag ik het? Oké. Pak je telefoon. Oh, is al te laat. Iedereen staat hier ook gewoon in zijn bad te liggen. Het is hartstikke koud buiten. Oef. Nou, we moeten dan maar weer naar huis, want het is hartstikke moe. En Alex ligt al in bed. En ja, ik ga even aan hun behoeftes werken en dan kom ik nog bij jullie terug. Zo, ze zijn weer wakker en nou, ze maken samen een beetje ruzie met elkaar. Echte broer en zus, hè? Met een webbel. Hij is flink aan het opscheppen nu. Het is wat. Zo, we gaan even aan hun behoeften werken en ik wil helemaal goed zijn allemaal altijd. Laten we gewoon naar samen. En eigenlijk willen we vandaag even flink met de beiden gaan studeren, aangezien het examen over... En je beter maar je balkje vol kan hebben. Aangezien de vorige keer het balkje niet vol was, hadden ze hun punten ook niet binnen. En we moeten die graden halen. En zij zit nog maar op 6 en hij zit dus al op 10. En ik hoop gewoon echt dat we aan het einde van hun studietijd een graad hebben. Kijken hoe laat wij naar school moeten. En dat is om 4 uur vanmiddag pas. Dus kunnen we beter nu alvast wat gaan werken aan onze vaardigheden. En we gaan ons antonie. Ik denk dat we dat gewoon midden in de keuken gaan doen. Oh, ze gaat het buiten doen. En Alex. We hebben heel veel schetsen gemaakt, zie ik. Kijk, ze staat buiten. Ik wou net zeggen, dat ding ging weer naar beneden. Sport van het hier. Ja, dat moet hard gestudeerd worden, jongens. Oh, ze gaan samen overgooien in de sneeuw. Leuk. Oh, niet, want Alex zijn les begint. Hij gaat met professor slijmen. En... Nikita wil heel graag een sneeuwengel maken. Dus we gaan een sneeuwengel maken.
dan. Ik vind het nog altijd leuk hoor. Haar plezier gaat er ook meteen van omhoog. Alleen maar goed. Kijk nou, wat een mooie sneeuw heeft. Yay! Gelukt! Eens even kijken. Tuinieren. Deel 1 is, hè? Want ik wil graag afgebeten worden als een dieren. Yes. We hebben de eerste beginselen van tuinieren geleerd, jongens. Woehoe! Ook naar school. Dus we gaan met haar hard werken terwijl Alex klaar is. En hij lekker buiten. Oh, er is een sneeuwpop gemaakt. 2 sneeuwpoppen gemaakt zelfs. Oh, wat grappig. Nou, Alex zit gewoon lekker buiten. Te schetsen. Oh, en we hebben het balkje bijna vol. Nou moeten we zorgen dat we hem ook vol houden natuurlijk. En laten we op date gaan met Carrie. Uit. En we gaan bowlen. Oh ja, leuk. Alex heeft zijn straatvaardigheden in niveau 5 getild. Door alle spuiten en speurwerk zijn Alex straatkunstvaardigheden echt omhoog geschoten. En kan hij nu grote sprongen. Dat gaan we uitproberen. Ik denk alleen niet dat in de sneeuw wil. Wie zijn hier allemaal? Allemaal sportfanaten. Carrie heb ik nog niet gespot. Oh ja. Nikita, haar vaardigheden zijn ook omhoog. Goed bezig. We zijn echt goed bezig. Nikita gaat daarna gewoon lekker naar huis. Oh. Hartel narg. Oh, dus Nikita heeft ook nog hard gewerkt. Oh, zijn ze niet schattig samen? Kom, we gaan samen bowlen. Hop. Joa. Alex heeft hier gewoon de eerste keer in alle sociale. Oh.
Charbo Gibson, man. Jay. Barwa. De gezichten die ze trekken bij bowling. Yes! Oh, hij heeft bijna een strike. Dat is erg. Super grappig. Ja, daar gaan we wel even. Oh, die vrouw die gooit er ook maar in. Gary Bird. We gaan het afspraakje beëindigen. Ik vind de bowlingbaan echt een leuke plek om een date te hebben met iemand. Dus echt een aanrader om met de simpel heen te gaan. Ze hebben plezier en ze hebben gewoon leuk. Ja hoor. Laura. Oh, ze hebben echt een hele leuke afspraak. Zo, Alex gaat naar huis en ondertussen ligt Nikita al lekker te slapen. Wat gaat zo'n studentendag snel, hè jongens? Het is nu, even kijken, wat is het? Het is nu woensdag, morgen is het donderdag. En nog 9 dagen tot examen. Helemaal top dit. Ik ga ze weer even laten slapen en zo. En dan komen ze weer terug. Nikita is alweer wakker. En het is ook een geluksvogel. En ik heb hier een plantenbak neergezet. En ze gaat eerst eten. En ik ga kijken of ik dan in elk geval binnen even een plant kan. Bieden, zeg maar, zodat de tuin hier vaardigheden gewoon omhoog blijven. Ze gaat volgens mij haar eigen eten maken. Kijk weer wat ik ben. Gewoon iemand die ik iets over eten. We moeten om 2 minuten. Weet je wat? Oh, er is mijn eerste les is om. Ik snap er werkelijk niks van. Nou ja, dan gaan we wel naar de les. Hoe laat is het? Het is nog niet eens 7 uur. Wat moet je er doen? Wat gaat ze doen? Nou, hier snap ik niks van. Eten. Eten. Dan ga ik maar zo eten. Kook je helemaal je eigen eten? Huh. Blurgob. Defoci. Janu. Sabata. Schuim maar even zijn buitenles. Maar honger, ze heeft net gegeten. Spam, skibuni, pasto. Kipaku! Pina, dosto, flambe. Nou, ik snap er niks van. Liv Noor. Yumda, Shumda, Quizo, Livor. Bejurge. Pina, dosto, flambe. Zijn we met ze. Anatomie bij spijken of zo. Pina. Kijk deze sneeuwpop, hoe grappig.
Ratna, Smidvo, Cribble, Dilatua. That's new for Bowen. Ik weet niet hoor, maar dit vind ik niks. Dus Nikita naar huis. Niet zo raar doen. Alex, hoe is het met jou? Jij ligt nog wakker. Je ligt gewoon nu pas in bed? Wat een grapjas. Af, hè? Dat Sims ook af en toe gewoon echt hun eigen leven kan leiden. Hier, wordt wat. Nu hebben we hier nog steeds niks in gepland. En het gaat weer naar even. En dan komt ze aan. Oopsie wil. En even douchen. Alex. Je moet hartstikke naar de les. Laten wij nog even een blogje doen. En we gaan hem plaatsen. Redelijk. Ik vond haar blog redelijk. En wij gaan met Nikita naar de... Alex in de sneeuw aan het schetsen is met heel erg schets hij een slang. Oh, leuk. Kijk, ze waren er allemaal aan het schetsen. Ga ze kopen. Barney Mikazo. Village, Mick. Non-bloggable. Arnupi. Crack row. Tolka and Asosa. For Warky. Chima. 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 We gaan even gamen. Eerst gaan we even studeren, daarna gaan we even gamen. Oh, Alex heeft zo'n niveau 5 van schilderen behaald. Woehoe, goed bezig. Oh, Eddie geeft er weer een feestje. Nou, we gaan de kinderen. Maar dan zeggen ze, het is harder dan studeren en dan gaat het wat. Dat klopt niet. De nieuwe computers in studententijd, echt heel mooi. Een beetje meer de computers van deze tijd. Bang, ik ga het niet afhouden. We gaan spelen straks. Oh.
Oh. Laat ons telefoon oppakken. Hoe hè, ze hebben een blauwe koffer. Oh ja, we gaan hier niet. Oh, we hebben hier een bedoeltuin. Oh, ze was niet interessant. Nee. Oh, ze hebben ruzie. Waarom? Oh, wat is dat? Ik zei dat ze
Vandaar. Oké. Nou, het is al 's nachts. En het is tijd om Nikita naar huis te sturen. Terwijl Alex al lang ligt te slapen, zie ik. Ik wil jullie weer bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer.